Goedendag, na een vrij heldere nacht waarin we behoorlijk wat vallende sterren hebben kunnen waarnemen boven ons land, was het ook vanochtend vroeg vrij helder. Over het midden en zuiden trokken wel wat sluierwolken en die kleurde rondson's opkomst prachtig rood. En verder was het heel rustig weer met nauwelijks nog wind. Groot verschil met afgelopen weekend en ook de komende dagen zal het heel rustig zomerweer zijn met weinig wind, meestal een zwakke wind uit het zuiden tot zuidoosten. En dat rustige weer hebben we te danken aan een hoogdrukgebied dat nog eigenlijk in opbouw is. Op dit moment ten westen van ons, dat hoge drukgebied verplaatst de komende dagen geleidelijk aan richting de noordelijke Noordzee, daarna richting Scandinavië en houdt bij ons een zuid- tot zuidoostelijke stroming in stand. Dat levert vrij hoge temperaturen op, zowel overdag als in de nachten. Maar af en toe, met name aan het eind van de week, zien we wel wat. Buien-signalen in de buurt van ons land komen. Met name de oostelijke helft is daar gevoelig voor. Maar de zwaarste buien die blijven voorlopig wel voor Duitsland en het Alpengebied bestemd. Nou, bij ons dus vrij hoge temperaturen. Dat geldt ook voor vanavond. Het is nog lange tijd warm met temperaturen tussen 20 en 23 graden. En komende nacht koelt het dan af naar een graad of 16. En met name in het zuidoosten is er kans op een paar buien. Die buien ontstaan boven Frankrijk. Dat zal vanavond al gebeuren vervolgens over de Ardennen en vooral Limburg en misschien ook wel in de achterhoek en in Twente kan een enkele regen of onweersbui daarvan meepakken. De zwaarste buien blijven ook in dit geval boven Duitsland en elders in het land is het droog met dus van tijd tot tijd brede opklaringen. Morgen zien we eigenlijk veel van hetzelfde. In het oosten en zuidoosten zou een lokale bui kunnen vallen, maar de meeste plaatsen houden het droog. En de meeste zon is weggelegd voor het noordwesten en westelijk kustgebied. Daar zal het zelfs overwegend zonnig weer zijn met temperaturen van 22 of 23 graden. In het zuidoosten kan het lokaal 26 graden worden, maar daar zien we dus wel wat meer stapelwolken. Er staat weinig wind, kracht 2 of 3, en die wind komt meestal uit veranderlijke richtingen. En de dagen daarna verandert er eigenlijk maar heel weinig. Het blijft over het algemeen droog en vrij zonnig zomerweer. Alleen donderdag en vrijdag zien we met name in het binnenland een wat grotere kans op stapelwolken. En daar kan dan ook een enkele bui uitvallen, maar meer dan een enkel exemplaar zal dat niet zijn. En de temperaturen die gaan in de loop van de week verder omhoog naar zo'n 27 graden gemiddeld... Vanaf vrijdag, maar dat betekent dat het in het zuiden misschien wel een keer richting de 30 graden kan gaan. Ik wens u nog een mooie dag.